দেশের মানুষের একটা সেবা আর নিজেও স্বাবলম্বী হওয়া, সেবাটাই এটার মূল। আমরা গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষদের সেবা করি, যেগুলো মানুষ যারা একটু স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত আছে তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু আমরা সচেতন করি। একটা মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যাটাই তার কাছে সবচেয়ে বেশি বড়, ঠিক আছে? সে যখন অসুস্থ হয় তখন সে যত যত যাই কিছু থাক তার সে তখন অনেক। Bangladesh is met een bevolking van 160 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. De kinder- en moedersterfte ligt er hoog en dat heeft alles te maken met het lage budget dat de overheid besteedt aan gezondheidszorg. GK is een Bengaalse volksorganisatie die sinds begin jaren 70 werk maakt van die gezondheidszorg voor iedereen, vooral voor de armen. When we started in 1972 after liberation, the maximum of the population was poor and they were staying in the rural villages without health, and more than half of the population was women and they were in need. They didn't have any education, not even health, and our population was very conservative. Our founder took the girls from the neighborhood to teach them in health services, to make them paramedics, to help the poor people with health services. Armoedebestrijding en vrouwenemancipatie beschouwt GK als de twee voornaamste pijlers van ontwikkeling. GK brengt ze zelf in de praktijk. Om het met de woorden van de stichter Dr. Safrula te zeggen: het lot van de armen bepaalt onze toekomst. En de ontwikkeling van de vrouwen bepaalt de ontwikkeling van ons land. In 1973 we put the women on a bicycle. For a Muslim country like Bangladesh, women on a bicycle is a revolution. Villagers and everybody, even the government was scared. Like these girls, they were from the locality. Hey, we taught them how to put the injection, how to do little bit of health services, and they are giving training to ride bicycles. In de plattelandsgebieden waar GK werkt, is de kinder- en moedersterfte sterk gedaald. Dagelijks gaan er gezondheidswerkers op pad om dorpelingen medische zorg aan te bieden, tot in de kleinste uithoek van het land. Zo bereikt GK meer dan 1,5 miljoen mensen. Toen ik in de field ging, zei ik dat ik een beetje বলছি কিরকম ব্যথা এটা সেটা জিজ্ঞেস করার পরে সিমটম দেখে বুঝলাম যে না আর তার তেমন বেশি দেরি হবে না, আস্তে আস্তে দেখুন আমি মনে হয় যে বাচ্চার এই করতে পারবো। তো একটা দায় ওই জায়গায় বসে রেখে গেছি ওই পাড়ার। তো আমি ওই গর্ভবতী একটু সময় নিছি দেখতে, তো মাত্র কয়েকটা এক ঘন্টার মধ্যে আর 4-5টা গর্ভবতী দেখে আস্তে আস্তে দেখলাম যে ওইটা মাথা প্রায় চলে আসছে। তো দায়ের সাথে আমি সেটা হেল্প করলাম, যে ডেলিভারি করালাম। তো ওই পাড়াতে সবাই অনেক খুশি, ঠিক আছে, যে আপা বলে গেছে যে 1 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে বাচ্চাদের। তো 1 ঘন্টার মধ্যে হয়ে গেছে, এখনও ওরা গেলে বলে যে আপা ওই কথাটা খুব ওরা ফিল করে। De gezondheidswerkers doen ook allerlei activiteiten met ouderen, zodat ze zich minder eenzaam voelen. Want dat is een van de grootste problemen. Dat is balooi moe, ik ben hier balooi pari. Iedereen die check-up করে, তাহাদিকে যে মানুষের কোনো জ্বর জ্বর হইলে হেঁটা মাইপা দেয়, তাহাদি যেমনি কোনো রোগ বেলায় থাকলে হেগনের ওষুধ দেয়। পয়সা পাতি খরচ করার নাগে এখন যেমন উনি বাইরে কোনো আনলে ওষুধের বেশি দাম নেই আর উনি আনলে একটু কম দাম নেই। GK heeft na jaren lobbyen bij de Bengaalse overheid de toelating gekregen om zelf medicijnen te produceren. Even buiten de hoofdstad Dhaka runt de organisatie 3 fabrieken waar generische en dus betaalbare geneesmiddelen worden gemaakt. GK neemt dikwijls die taken op zich waarvoor de overheid verantwoordelijk zou moeten zijn. Het is daarom moeilijk voor hen om uit de kosten te komen. We only recover 50% of our total expenditure. More than the money, it is that the rich and the middle class, they do not join our health insurance, local health insurance program. It is only the poor and the destitute. The rich and middle class do not realize their responsibility. They are not concerned about the poor.
WSM, you were the one of the very few organization who paid money for the development of the health service. For the health service, hardly there is any money. There, every money is available. This is for the HIV. But Bangladesh is not a HIV prone country. They have spent much more money in HIV than really provide one cataract surgery can give you a new life. A pneumonia treatment give a new life. This is the WSM has done. Door de opmars van de kledingindustrie in Bangladesh zijn veel mensen van het platteland naar Dhaka getrokken. Het werk in de kledingfabrieken geeft vrouwen een beperkte financiële onafhankelijkheid. Iets wat ze voordien niet hadden. Maar de lonen en de levensomstandigheden zijn er heel slecht. Sinds de toestroom van fabrieksarbeiders in Dhaka heeft GK zijn werkzaamheden in de stad ook uitgebreid. Ze bereiken miljoenen mensen met hun kleine gezondheidscentra en hospitaaltjes die verdeeld liggen over de vele wijken van de hoofdstad. Mede dankzij GK wordt 80% van de kinderen ingeënt. Alle stadsbewoners kunnen bij hen ook langsgaan met medische problemen. Rich and middle class pays more, poor pays very little, few pennies. So even if you pay a little bit of money, you value the service and you make the proper utilization of the medicines. That is why we said everybody must pay. And also it gives you the dignity. People that I have earned it, I have paid for it. So I earned it and you give a lot value on it. Gezondheid is meer dan alleen medische zorg. Onderwijs en werk zijn ook belangrijk. Vrouwen uit arme gezinnen krijgen bij GK een opleiding en een betaalde job als gezondheidswerker. Momenteel heeft de organisatie ongeveer 5500 werknemers en dus evenveel gezinnen die uit de armoede worden gehouden. Ook de scholing van de armen is een prioriteit. GK is daarom zelf gestart met een aantal lagere scholen. Maar de grootste moeilijkheid blijft het lobbywerk van GK. Want de sleutel om gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken ligt in de overheidsgebouwen van Dhaka. Very good things can be achieved very easily, but it is a political decision whether we will be able to convince the politician. It is how government is concerned about the fate of the poor, development of the women will decide the fate of Bangladesh.